Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Oude voertuigendag Wiegen vandaag op deze 11e september. Wat een bijzondere leuke dag. Nou ja, je ziet het. Het is druk. Het is, nou, zo druk hebben we het nog niet gehad. Want het was vanmorgen zelfs zo dat degenen die kwamen inschrijven stonden nog bij het station. Dus het was daar een verkeerschaos. Maar allemaal hele mooie, bijzondere auto's van voor 1985. Ja, inderdaad. We hebben de boel is ingedeeld in groepen van jaartallen. Van, ik weet het zo niet in mijn hoofd, maar tot 1920, vanaf 1920 tot 1950 geloof ik. En dan gaat het steeds door tot 1985. Is het niet echt een mannendingetje of zeg ik iets heel raars? Nou, weet je, ik was het eerste meisje in Nederland wat de LTS gevolgd heeft en autotechniek gedaan heeft. En ja, dan op een gegeven moment hebben mijn man en ik besloten om toch weer een keer een project te gaan nemen. En dat is deze auto geworden. Wij waren vroeger al fan van Jan Jans en de Kinderen. En dit is precies hetzelfde type ook als Jan Jans en de Kinderen hebben. Dezelfde kleur, het interieur is hetzelfde. Dat is er sowieso leuk aan. Maar u zegt het is een zeldzame auto. Ja. Dat betekent dat hij heel veel waard is? Ja. Voor een DAF-liefhebber wel. Mag ik vragen wat de dagwaarde is van zo'n auto? Dat is moeilijk te zeggen, maar onder de 10.000 gaat hij niet weg. Dan gaat hij niet weg. Wat heeft hij er dan voor betaald? 6.000. 6.000? Dat is een mooi bedrag. Ja. Zit het niet een beetje vol in de auto hier? Zit het niet een beetje vol? Nee, zit het lekker achterin? Ja, ik wil. Eigenlijk wel. Ja? Met de hond erbij, hè? Oh, maar zelfs de hond zit er nog in. Ook nog. Dag, hondje. Hoe voelt dat nou in zijn oude auto? Ja, heerlijk. Ja, toch wel? Ja. Zou je hem graag willen hebben? Ja, dat sowieso. Ja. Ik kan me voorstellen dat als de airco gemist wordt. Ja, heel erg. Ja, hè? Met de dak ook is wat prettig. Ja, toch wel, hè? Ja. Dit is een Triumph Spitfire 1500 uit 1979. Wauw. En ik heb hem zelf nu 20 jaar in bezit. Voel je ook de familie en de passie hier met z'n allen? Ja, maar ik heb dit evenement zelf opgezet, hè, in 2003. Dus u bent de aanstichter van deze grote familie? Ik ben de oprichter en tot 2018, na 15 jaar, ben ik ermee gestopt. Dus, en het concept is uniek in Nederland. Dus een oldtimerdag kan ophouden met bestaan? Dat is wat je zegt misschien? Dat zou best wel kunnen, ja. En zeker, je hebt dan twee factoren. De leeftijd van de mensen. Maar ook de milieueisen die er zijn. Je had ongetwijfeld wel eens gelezen een oldtimer met elektromotor. Ja jongens, dat is niet. Er staat een Mach 1. Die moet je horen. Toch? Ja, zeker. En niet een elektromotor, dat klinkt niet. Dat is simpel zat.